Wat was er voor jou toen je dat hoorde, zo vet aan? Wat dat om voor jou onderscheiden van misschien het andere wat je ja, ik had nog nooit zoiets gehoord, ja. Capadonna, ja, die beats waren super, super sfeervol gewoon. En die rauwe raps, ik weet niet, vond ik wel... Ja, toen jullie jonger waren, moet ik jullie dan ook zien als jullie op het schoolplein met elkaar stonden te rappen? Of nee. Nee, dat was ik niet. Nee, okay. Nee, zeker. Jij ook niet? Nee, op het schoolplein niet, want al mijn vrienden, ja, ik heb eigenlijk niet echt vrienden die rappen of zo. Ja, ja, zou ik wel doen, maar ik ben de enige van mijn vaste vriendengroep in ieder geval die ik gewoon al langere tijd heb, die rapt of zo, of die überhaupt muziek maakt. Maar we hebben wel tijd gehad dat je bij hiphopfeestjes wel, want dan ben je ook een jaar 15, 16, ga je, word je net ook die opgezorgd gekt. En toen waren er ook gewoon hiphopconcerten. Mike de Wit organiseerde hier in Tilburg altijd Definitie van Dope uit. En nou, daar waren ze ook altijd hiphopfeestjes hier in 013. Daar stonden we wel te freestylen met andere mensen die daar dan ook kwamen en die ook rapten. Want zo leerde je hun in ieder geval kennen. Dus zo heb ik ook een aantal mensen, oké, het is toch wel een beetje gaande hier of zo. Dus, zo ga je, ja, rol je daar dan een beetje in of zo. Of ja, toen was ik wel ouder, 15, 16 was ik denk ik, ja, of 17, 18 denk ik zo. 19 denk ik. Hoe zag je die ontmoeting eruit? Hoe hebben jullie elkaar op de zorgkamer in de Reeshof hier in Tilburg, zo, ja, een wijk. Daar hebben we elkaar voor het eerst gezien. Toen zat ik al bij een groepje, zeg maar, Robuust destijds. En ik was daar toen voor de tweede keer of zo. Toen kwam ik echt net in de aanraking met het maken van muziek, daadwerkelijk. Dus je dat toen pas voor de tweede keer? Ja, man. Want ik kwam. En toen kwam dus na twee keer... Wat was dat voor studietje? Sorry, nee, dat was een zolderkamer. Ja, gewoon bij een maat van ons thuis. Die had toen Reason op zijn computer of zo, weet ik veel. Dus die was beats aanmaken. Hij kon beats maken. Ja, precies. En Timmy Tex, Tim van Dongen, die, ja, daar dus de neef van was daar. Dus hij was daar om te rappen en nog een andere gast. Toen kwam ik daarbij. Kei vet. Toen twee weken later stond hij voor de deur. Ik zei, echt niet. De groep wordt steeds groter. Ja, ik wist niet dat je daar pas twee weken had. Jawel, man. Ik zat daar pas twee weken of zo, ja. Ik kwam zeg maar echt aanraken met dat ik zelf ook ging rappen of zo. Door Timmy Tex dan, door die gozer. Ja. Ja, want hoe kom je daar dan terecht dat je ineens voor die deur staat? Nou, ik ken hem al wel een beetje via. En hij, dus ik was een keer naar die school gegaan. Toen liet hij die nummers horen. Ik chillde als op hun school. Middelbare school. Toen liet hij mijn nummers horen en ik had zoiets van, joh, wie is het dan? Want ik had er geen idee. Toen zei, luister, ik had wel rap, ik vond het keivet. Hij zei, ja, dat ben ik, man. Ik zo, huh? Shit, hoe de fuck neem je dat dan gewoon op of zo? Of, ja, ik weet niet, ik had er nog nooit tegen bij stilgestaan van. En toen ben ik zelf eigenlijk ook gaan proberen te schrijven. En toen dook ik er op een gegeven moment helemaal in. Echt veel geschreven. En ja, daar zijn er verder nog twee niet echt noemenswaardig cd'tjes nog in de vitrinekast die ik in die tijd heb opgenomen. En toen kwam ik dus zei, ja, kom anders een keertje langs. Inderdaad. Toen zat hij daar ook. Ja. We waren al een groep, maar ik had het idee dat hij er ook al veel langer in zat als twee weken. Maar toen waren zij een groep en toen kwam ik erbij. En toen zijn we zo een jaartje doorgegaan ongeveer, denk ik. Ja. Toen... Ja, hadden we een album. Ja, hadden we een album. Album af. Eigen beheer, toen, ook. Is volgens mij, ik weet niet hoeveel stuks we hadden laten drukken. 250 misschien of zo. Of 100. Ja, dat weet ik ook niet meer, man. Dat heb Melvin toen gedaan. Iets op volgens mij 100 of zo, ja. 150. Ja, zoiets, ja. Keihard. Hoe kijken jullie terug op die periode, eigenlijk, als je er nu zo over praat? Je ziet ons lachen, ja. Ja, dat was gewoon echt zolderkamer. Wel heel zolderkamer, echt zo letterlijk zolderkamer. Beetje oude werk. Over wat we nou opnemen, allemaal kunnen doen. Stil zijn. Ja. We hadden ook nog deze toch, we hadden daar opgenomen door zo'n langwerpig computermicrofoontje. Ja. Maar dat klonk dan ook het beste of zo voor ons gevoel. Want we hadden wel gewoon een mic, maar die apparatuur werkt altijd ook altijd. Vertraging, latency bij het opnemen, je kon jezelf niet horen. Gewoon echt benden gewoon. Beats kwijt, de schijf weg, weet ik, van dat soort dingen hadden. Maar toen op een gegeven moment liep dat ook, werkte dat. Maar ik kijk wel, ja, het heeft ons op een gegeven moment op toch wel een bepaalde manier gevormd hoe we nu zijn of zo. Sowieso. We maken nog steeds altijd plezier en ja, we benaderen het wel serieus, maar we vergeten niet van we zijn ooit gewoon begonnen omdat we het leuk vonden en met z'n allen liepen te kloten. We zaten met 5 man in zo'n groep, we hadden heel af en toe een optreden. Het is wel leuk, het is wel een leuke tijd, snap je? Maar ja, dit is wel beter.
deze tijd is wel... Ja, uiteindelijk hadden wij gewoon zoiets van, ja, het kan gewoon anders. Dat was echt van die half een bak, net niet boom bap, hip-hop. Maar toen we hadden zoiets van, ja, het kan gewoon over een andere boeg. Dus waarom gaan we dat niet proberen? Toen bleven we met z'n drieën over, uiteindelijk met z'n tweeën. En toen, een heel lange periode, hebben we dan echt alleen maar beats gemaakt. Echt van alles en nog wat. En sinds 3 jaar zijn we eigenlijk bezig met weer echt het opnemen van nummers. En,